ook een hele grote ongerustheid. Wat staat ons te gebeuren? Goedenavond. Om de opvangproblemen in Ter Apel op te lossen, duikt overal in de provincie crisisopvang voor asielzoekers op. In Buren haalt de gemeente de vluchtelingen letterlijk in huis. Het deels lege gemeentehuis moet tijdelijk opvang bieden aan ruim 60 vluchtelingen. Maar veel inwoners maken zich zorgen. Zij kwamen massaal naar een informatieavond in het gemeentehuis. Wij hebben als Maurik al 150 Oekraïners en dan nu nog eens een keer 63 asielzoekers uit Ter Apel. Ja, dat was wel een beetje de druppel die de emmer deed overlopen. Vol is vol, dit kan niet meer. In rap tempo wordt het gemeentehuis van Buren geschikt gemaakt voor de komst van asielzoekers. Al maakt hun komst naar Maurik veel dorpelingen ongerust, het gemeentebestuur staat pal achter het besluit. Omdat er een indringende vraag ligt vanuit de overheid, vertaald door de veiligheidsregio, om onze verantwoording te nemen als gemeentes. Bij Facebookgroep Hart van Maurik stromen de reacties binnen. Ja, het ontplofte dus ook. Hè. Mensen uiten dus allereerst hun boosheid naar de gemeente, omdat het qua communicatie faalde. Maar daarnaast ook een hele grote ongerustheid. Wat staat ons te gebeuren? Dit gebouw is uitermate goed beveiligd. Maar op het moment dat ze één stap buiten zetten, hebben ze dus de mogelijkheid om door het dorp heen te gaan zwerven. In veel gemeentes gebeurt het dat dat gewoon fout gaat lopen. Maar dat wil ook de wethouder voorkomen. Ja, ze zullen zichtbaar zien dat wij er heel veel aan doen om die veiligheid te waarborgen van zowel de mensen die we hier tijdelijk gaan opvangen als van de inwoners uit Maurik.